Via Cultura en Bibliotheek aan Zet in gesprek met de stad. Over de diversiteit binnen kinderboeken en het imago van de politie onder jongeren. Met Ilse van Donkelaar en Sian Nahari van de Stichting Voorlezen. Schrijver Dilan Anouk. Wijkagent Gabi van Koppel. Jongerenwerker Marouan Marbroeki. En jeugdwerker en filosoof Robert Holmes. De live muziek is van rapper Boyki D. En de presentatie in handen van Fiona Versluis en Jeme Kwant. Ja, goeiedag. Welkom bij In Gesprek bij de Stad. Een nieuwe uitzending. We gaan deze keer weer de uitdaging aan om samen te werken met Via Cultura in Dordrecht. En we bespreken van dit keer twee onderwerpen. Het voordeel van voorlezen en de diversiteit binnen prenten en kinderboeken. En verder gaan we in gesprek over het thema politie in beeld. Mijn naam is Jamie en mijn collega-presentator is Fiona Versluis. Goedenavond. De live muziek van vandaag wordt verzorgd door Boyki, MG Mokro en Retje. En we gaan eerst even beginnen met een leuk filmpje. Voorgelezen is aan mij en mijn twee broertjes en zusje is de Sprookjes van Grimm. Nou, dat was ook helemaal stuk van het lezen, zeg maar. En ja, ik heb heel veel zelf gelezen als kind ook. Zeemerminnenboek. Zeemerminnenboek. Ik hou van autosboek. Rupsje nooit genoeg gek. Dat is de shit. Heb je nog een ander verhaal? Wat je weet. Alleen deze. Alleen deze. Oh, oh. Je hebt wel heel veel boeken en je weet er geen één. Oh. Ik kan het niet lezen. Over een rups. Hij heeft honger. En hij eet. En hij eet. Hij eet gewoon, ja, op een gegeven moment. Hele planeten weg. Het is gewoon nooit genoeg. Wordt moeilijk? Die heet de Groene Library of de Groene Bibliotheek. Dat soort van 50 kleine boeken over international tennis. Bijvoorbeeld die miserable van Victor Hugo. Ik vind het heel mooi. Dat is of over feeling. Dat geeft me feeling. Oké, er was een oude vrouw. Omdat moet elke dag van één wijk naar andere wijk naartoe. Was echt gevaarlijke wijk. Door de dieren. Door de wolf. En moet zitten in de oude vrouw moet zitten in de grote pompoenen. Om de wolven kan niet vinden. In een pompoen. Ja, in één grote pompoen. Eén grote pompoen. Dat is gewoon verhaal, dat is niet echt zeker. Wat heb je geleerd van het verhaal? Niet... Vertrouw op niemand. Nee. En als het gevaarlijk is... Zit in verstop in... Ja. Nou, je zag een filmpje gemaakt door Bob Regelhof en... het ging er eigenlijk over welke verhalen heb je gevormd. Want iedereen heeft denk ik zijn eigen verhaal wat hij van jongs af aan meekrijgt. Nou, die vraag gaan we hopelijk beantwoorden met de gasten die wij hier hebben zitten. Dat is Ilse van Donkelaar, is directeur van Stichting Voorlezen. Welkom. Ik ben wel benieuwd, welk verhaal heeft jou gevormd? Ja, niet één verhaal. Echt een heleboel verhalen. Mijn vader las ons voor. Tot ik denk ik een jaar of 12 was of zo. Dus in al die avonden dat hij dat deed, zijn er heel veel boeken gepasseerd. Maar wat mij als eerste te binnen schiet, zijn de verhalen van Annie M.G. Schmid. Wiplala, Jip en Janneke ook natuurlijk. Maar bijvoorbeeld ook toen ik wat ouder was, de laatste serie boeken die hij voorgelezen heeft is Anne en het Groene Huis. Dat is door een Canadese schrijfster gemaakt en dat ging over een meisje dat in een weeshuis zat en dat werd geadopteerd door een broer en een zus, beide boeren. Maar die broer en die zus die hadden gedacht dat het een jongetje zou zijn. En toen kwam er een meisje.
Nou, 6 boeken lang gaat het erover van hoe zij als klein meisje daar aankomt. Eigenlijk een beetje ingewikkelde broer en zus heen, dus praten niet veel en zo. Maar dat meisje, dat wint toch de harten van die vrouwen. En dan heel die ontwikkeling van dat meisje maak je mee. En dat vind ik nog steeds, ja, ik heb het laatst zelfs nog een keer teruggelezen. En toen sprak het me weer heel erg aan. Ik ben er wel gelijk benieuwd, herken je dan jezelf een beetje dat verhaal? Was jij het spraakmakende meisje thuis? Het wat? Het spraakmakende meisje thuis? Nee, dat denk ik niet. Ik was nummer 5 van de 6. Wat ik wel herkende was dat ik niet altijd gezien werd. Omdat ik een kind van uit een groot gezin was en een van de jongste. Als wij vroeger aan tafel zaten, dan had ik echt wel moeite om mijn ding te kunnen zeggen, zeg maar, tegen het geweld van de oudere broer en zussen. Dus misschien dat toch ook een beetje. En misschien ook een beetje van het gevoel van dat ik mezelf anders voelde als de andere kinderen in de klas. Dus het zoeken naar je eigen plekje. In de wereld, in de wereld waarin je leeft. Ik denk dat ik dat ook herkende. Dus het heeft je wel steun gegeven. Ja, een beetje, zeker. Ja. Mooie levenslessen. Ja, absoluut. Ja. We hebben aan de andere kant op veilige afstand, maar zeker aanwezig, Boyki, maar in het echt Dylan Anoop. Ja, man. Jij schrijft teksten, je schrijft raps. Klopt. Maar ik ben ook wel benieuwd naar wat voor verhalen jou geïnspireerd hebben van jongs af aan. Zo, ja, waar zou ik moeten beginnen? Ja, verhalen. Ik als klein jongen las ik altijd wel boeken. Ik las altijd vaak boeken met een fantasieverhaal. Omdat ik vaak ook een levendige fantasie had. Maar na een tijdje begon ik na te denken van, ik ben 6 jaar oud en ik kan nog steeds niet rijmen. Dat klopt niet in mijn hoofd. Dus toen heb ik gewoon een woordenboek gepakt. En ja, sinds die dag heb ik altijd een woordenboek uitgelezen en opnieuw, weet je. Zodat ik de taal beter kon beheersen. En muziek kwam erbij kijken. En toen had ik zoiets van, dat past bij elkaar. Dus jij las woordenboeken? Ja. Uit? Ja, en dan weer opnieuw. En dan ging ik ze schrijven. Ging ik ze overschrijven, zodat ik dingen onthouden. Jij daarachter zit ja te knikken. Deed je dat ook? Ja. Serieus? Oh, wat cool. Dat wist ik niet. Jij leest woordenboeken. Ja, die ga ik onthouden. En deed je dan alleen Nederlands of gewoon andere taal? Eerst deed ik dat altijd Nederlands. Maar toen ik een beetje in de middelbare school kwam en zo, begon ik ook Engelse woordenboeken te pakken. Ik weet niet. Ik vind het gewoon leuk, weet je. Zoveel informatie en zoveel dingen die je in je teksten kan doen, waardoor je teksten ook veel beter naar voren komen, weet je. En niet alleen dat, je hebt ook meer woorden om mee te kunnen spreken eigenlijk. Dus je zou ook een gedetailleerde tekst neer kunnen zetten, weet je. En hoe ik het zie is, als jij muziek maakt, ik maak muziek omdat ik mijn gevoel kwijt moet, ik moet mijn emotie kwijt. Dus wat ik dan het liefste doe is gewoon of een woordenboek erbij pakken, weet je, en dan met schrift ernaast, weet je, en dan ga ik gewoon kijken van wat komt er in me op. En wacht, ik kan niet rijmen met dat woord, laat me even kijken wat wel kan rijmen, weet je. Zo deed ik dat eerst ook en nu heb ik zoiets van, ja, ik gebruik het boek wel, maar alleen als ik het nodig heb, weet je. En dat komt echt puur alleen maar omdat ik altijd die woordenboek aan het gebruiken was, zodat ik woorden kon onthouden, weet je. En nu doe ik dat nog steeds, als ik de kans heb, dan pak ik ook gewoon even een woordenboek. Ja, weet je, kijk, het is leuk om te lezen, maar ik weet niet. Er zijn zoveel woorden die je niet kent, weet je. En als iemand die daar je toe gooit, dan heb je zoiets van, ja, wat moet ik daarop zeggen eigenlijk? Dus je hebt altijd je woordenboek bij voor het geval je hem nodig hebt voor een uitleg. Ja, dat woord. Ook weer niet, maar ik probeer er wel elke week sowieso wel één keer in te kijken. Weet je, dat is gewoon standaard, dat moet gewoon, vind ik. Weet je, ik moet mezelf scherp kunnen houden, ook in de Nederlandse taal. En dat doe ik het best door in de woordenboek te kijken eigenlijk. En ja, door te schrijven en muziek te maken, want dan pak je ook nog wat mee. Maar dat is een beetje wat ik deed in mijn vrije tijd als ik een boek had. Ik ben dan ook wel benieuwd, want Ilse is hier, hij heeft vanuit de Stichting Voorlezen. Mm-hmm. Of jij vroeger verhalen voorgelezen kreeg waar je van denkt, nou, en dat geldt eigenlijk voor jullie allebei. Waar je van denkt, zo, daar is die fantasie echt van gaan leven. Of dat raakte mij zo erg dat ik die boeken zelf wel gaan vinden en gaan lezen. Ja, alleen ik weet niet meer wat voor boek het was. Nee. dat was echt een tijd geleden. Toen was ik ook nog een beetje klein. En toen zat ik ook echt met mijn neus volop in de boeken gaan. Ja. En ik had een boek gevonden. En dat was nogal een
boek voor volwassenen, blijkbaar. Maar die had ik gelezen en er stonden zoveel dingen in waar ik als klein jongetje zoiets had van, hey, dat gaat wel ergens naartoe, ik weet niet. Ik kan wel zien wat het boek mij wil vertellen, zeg maar. Maar ik kon het nog niet begrijpen. Maar na de loop der jaren zag ik precies wat er gebeurde in mijn leven. 9 van 10 keer ook uit was gekomen in het boek. Weet je, dus dezelfde lijns die ik lees in het boek, die maakte ik mee in real life. Maar dan als een les, weet je. En dus je herkende jezelf al echt? Ja, ik herkende me wel in boeken en in zulke dingen. Ja. Ilse, hoe was dat voor jou? Ja, ik vertelde eigenlijk van dat ik moeilijk kan herinneren van welk boek precies. Ja. Maar ik noemde net Wiplala. Ja, dat is natuurlijk ook een fantasiefiguur, zeg maar, in het boek. En dat vond ik dan wel heel fijn om mezelf voor te stellen alsof ik Wiplala zou zijn. Klein en kunnen vliegen en van het ene plek naar de andere. Dat vond ik wel heel erg fijn. En bijvoorbeeld ook, wat ook bij mij binnenschiet, is Bolke de Beer. Dat was ook een serie. Dat ging over beren. Maar ja, beren in boeken, kinderboeken kunnen praten. Dus, dat is logisch. Dat is in boeken heel erg logisch. Ja. En, dus ik denk daar misschien ook, maar ook wel aan de illustraties in de kinderboeken, zeg maar, kan je juist je fantasie geprikkeld krijgen. Dat die misschien niet helemaal realistisch zijn, of dat die figuren hebben die je niet in het echte leven tegenkomt. Maar sowieso denk ik, sowieso zeg maar de verhalen die, want ze zijn, de meeste verhalen in kinderboeken zijn echt verzonnen. Ja. En dat weet je op een gegeven moment ook echt als kind, dat dat verzonnen zijn, verhalen zijn. Ja, was er ook een moment dat je dacht, oké, ik ga nu niet meer proberen met beren te praten, dit kan niet. Nee, ik vind het nog steeds heerlijk om met beren te praten. Oh, kijk, dat houden we erin. Ik hoor dat je, wat ik nu graag lees bijvoorbeeld, is Toon Tellegen. En Toon Tellegen is een schrijver die heel vaak dieren gebruikt als hoofdpersoon van de verhalen. Hey, er is nog een andere gast aangeschoven vanavond. Gerard Laurens, welkom. En je zit al helemaal klaar met je gitaar op je plekje, want zo kennen we je ook vaak in dit programma. Maar vanavond ben je niet alleen ons artiest, want daar hebben we deze boys ook voor uitgenodigd. Maar wil ik je eigenlijk uitnodigen in de mooie oranje stoel om met het gesprek mee te doen en straks iets voor ons te spelen. Ja, prima. En dan zal ik even vertellen, want Gerard is ook voorleesheld bij de Bibliotheek aan Zet. En ik mag heel vaak met Gerard op stap. Want wat wij doen als bibliotheek is, dan gaan wij voorlezen aan kinderen. En Gerard neemt dan ook altijd zijn gitaar mee. En dan zingt hij ook altijd hele bijzondere, leuke, mooie liedjes aan de kinderen. Dus dat is een activiteit die wij doen. Welkom Gerard. Ilse, waarom is eigenlijk voorlezen zo belangrijk? Nee, je ziet het al een beetje, als wij aan het praten zijn, mensen worden blij, hebben een lach op hun gezicht, als ze dingen herinneren, je zag het ook in de filmpjes. Dus eigenlijk het plezier is een hele belangrijke. De taal, heel vaak zeggen mensen ja, kinderen leren daardoor heel veel woorden. En dat is belangrijk om je te kunnen uitdrukken. Maar wat mensen niet altijd zeggen, maar wat ik zelf een hele belangrijke vind, is de relatie met het kind wat je voorleest. Of met wie dan ook die je voorleest. Want je hebt, ik vind voorlezen is ook een intiem moment samen met het kind. En je deelt een bepaalde wereld. Je praat erover met elkaar. Dus ik denk die relatie met je kind is ook een hele belangrijke reden om voor te lezen. Voor te lezen. Je hebt een hele mooie flyer bij je. Ja. Volgens mij kunnen we die, zien wij die al in beeld. Ja. Nou, hartstikke mooi. Een relatie ouder-kind geef je net aan. Wat zijn nog meer voordelen van voorlezen? Voorleesplezier, wat ik net ook al gaf. Hoe leuk boeken zijn. En je stimuleert de fantasie, waar we het net ook al over hadden. Een andere reden is ook leren. Je door boeken voor te lezen, kunnen kinderen ook heel veel leren. Ik heb thuis ook boeken bijvoorbeeld over dinosaurussen of over bijen. Dat krijg ik bij tijd en wijle ook niet gelezen. Dat moet maar
gevolgen lezen worden. Omdat die kinderen alles willen weten over dinosaurussen. Of alles willen weten over bijen. En wat je ziet is dat als kinderen voorgelezen zijn, dat ze vaak zelf ook het plezier in zelf lezen ontwikkelen. Dus het is ook een voortraject, zeg maar, voor het zelf leren lezen. En voor het leesplezier ook, wat je daarmee ook doorgeeft aan kinderen. Ja. Nou, dat zijn de voordelen van voorlezen. Misschien dat er nog een ander plaatje is van wat jij net hebt opgenoemd, wat in beeld kan komen. Nou, dat zien we wel even. Maar wat zijn nou de risico's als je dus niet wordt voorgelezen? Want dat vind ik dan ook nog wel interessant. Ja, dat is zeker. En toen ik dat hoorde, één van die risico's, toen dacht ik wel van, wat ben ik zelf een bevoorrecht mens? Want wat is het als je een jong kind voorleest, elke dag, dan start die groep 1 met 5000 woorden. Wordt een kind niet voorgelezen, dan start hij met 3000 woorden. Dus dat is een verschil van 2000 woorden. En dat verschil, zeg maar, wat je dan als kind van groep 1 hebt, dat gaat uit elkaar exponentieel. Dus dat haal je eigenlijk nooit meer in? Bijna niet. Dat is echt ongelooflijk. En nou ja, ik vertelde net dat ik ben voorgelezen als kind. Dus ik dacht met terugwerkende kracht, oh, ik was dus een kind met 5000 woorden in groep 1. Wat toen natuurlijk de kleuterklas was. Ja. Dus dat is echt wel maar met dat je niet zoveel woorden kent of je niet zo goed in taal kan uitdrukken, kan je ook minder goed praten over onderwerpen met andere mensen. Je kan ook minder goed rekenen. Want in Nederland hebben we heel erg talig rekenonderwijs. Je moet allemaal vraagstukken oplossen. Ja, als je dan niet heel goed kan lezen of je kent niet alle woorden, dan kan je dus ook die som niet oplossen. Je zei net, dat zijn de risico's als je niet voorgelezen wordt. De voordelen van wel voorlezen was bijvoorbeeld leesplezier. Ja. Nou hoor je in alle kranten, op het nieuws, op de radio, dat het leesplezier echt heel laag is. Ja, en steeds lager wordt. Hoe komt dat nou toch? Met al die leuke verhalen die net opgenoemd zijn. Zelfs met woordenboeken die kunnen inspireren. Waar gaat het mis? Waar ligt het aan? Ja, want lezen we dan minder voor met elkaar? Of? Dat volgens mij niet per se. De groep die altijd wel voorleest, leest wel voor. Alleen de frequentie gaat omlaag. Dus er wordt minder voorgelezen door die groep. En wat je ook ziet is dat het lezen van volwassenen ook afneemt. En ik denk als het lezen van volwassenen afneemt, dan zal ook het voorlezen afnemen. Zijn er minder boeken in de huizen? Dus zien kinderen niet lezen als een volwassen activiteit. Dus dan is het ook, waarom zou ik eigenlijk lezen? Mijn papa, mijn mama, mijn opa, mijn oma lezen ook niet. Dus het belang van lezen wordt minder, denk ik, doorgegeven. Er is ook een grote afleiding natuurlijk met sociale media. Ik merk dat bij mezelf ook. Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook minder lees dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden. En dat vind ik wel jammer, maar het is ontzettend verslavend als je je telefoon aan hebt en je begint te scrollen. Maar een andere is ook wel in het onderwijs. Dat Lubach die had daar laatst een prachtig item over. Waarin leerlingen hebben nu in het basisonderwijs, ze leren technisch lezen. Nou, dat begrijpend moet je ook, lezen. Ja. Maar dat begrijpend lezen wordt ontzettend technisch ingefietst. En ik heb eigenlijk begrijpend leren lezen door de kinderboeken die ik zelf heb gelezen of door die mij voorgelezen zijn. Dus dat waren leuke teksten waarin ik die teksten leerde begrijpen. En nu krijgen kinderen echt hele saaie, zakelijke teksten die ontzettend ver van hun afstaan. Maar laten we nou eens dan eens even, jij zegt van dat is dus een gegeven wat er nu op school gebeurt. Laten we even met elkaar denken over van, hoe zouden we dit kunnen verbeteren? Wat zouden we... Hoe kunnen we het lezen weer leuker maken? Ja, hoe kunnen we het leesplezier weer van de kinderen, laten we daar beginnen, verhogen? Gerard, jij bent net al aangekondigd als voorleesheld.
Nou, volgens mij probeer jij een held te zijn om dit probleem op te lossen. Je hebt natuurlijk ook vaak je gitaar bij, net zoals vandaag. Kun jij ons vertellen wat de muziek toevoegt aan het verhaal? En hoe kinderen daarop reageren? Zou dat het leesplezier kunnen verhogen? De combinatie die jij doet? Ja, voor mij is de liedjes die ik maak. Dus, ik ben zelf dyslect, dus ik als kind heel veel problemen gehad met lezen. Ik werd wel veel voorgelezen. Dus ook met schrijven, nog steeds allerlei ezelsbruggetjes. Maar juist door die dyslexie ben ik heel creatief geworden met taal. Doordat ik bepaalde woorden niet wist, moest ik op zoek naar andere woorden die ik wel wist te schrijven. En zo ontstond heel veel plezier in, door gedichtjes te maken. Dus door mijn creativiteit in taal te stoppen, is het voor mij nu fijn om te lezen en om te schrijven. En ik wil maar vroeger dat... was het dus eigenlijk niet, vond je het niet fijn? Nee, maar theater, dus goochelen, clowns, maar ook liedjes en taal, dat is voor mij een soort één. Dus voor mij was het theater en dat wat er allemaal gebeurde, de verhalen, toneelstukjes, musicals, dat is voor mij taal. Was dat toen. En dat is eigenlijk nog steeds. En op diezelfde manier probeer ik met voorlezen. Ja, gebruik ik goocheltrucjes. Gebruik ik poppenkastpoppetjes. En mijn gitaar. En heel veel interactie. En ik lees nu bijna 3,5 jaar voor bij de Biep. Maar dat zijn kindertjes van 2 tot 4. En van 4 tot 6. En van 2 tot 4, dat was voor mij ook een nieuwe doelgroep. Maar dat is heel erg leuk. Want er is bijvoorbeeld een kledingkast en er staat iemand voor. En wat trekt hij aan? Een rode broek of een gele broek? Nou, dan moeten ze dat raden, sla je om en dan zie je, hij heeft een blauwe broek aan of een gele broek. Nou, dus die interactie is gewoon heel erg leuk. En voor mij gaat het juist om het plezier van het beleven van de taal. En dat het spannend is en inderdaad je fantasie kan gebruiken. Maar ook zeker je creativiteit daarin kwijt kan. En dat probeer ik dus bij kinderen van 2 tot 4 al bij te brengen. Ja, dus voorgelezen worden door, we zeiden net al, door je ouders thuis, maar op school. Maar bijvoorbeeld ook activiteiten die er dan zijn waar je voorgelezen wordt. Dat zou een goede zijn, of is een goede om het leesplezier weer te verhogen. En jij bent dan ook nog, wat je zegt met poppenkast en muziek daar ook nog mee bezig. Dus het is een heel... En de spanningsboog bij jonge kinderen is ook heel moeilijk met lezen. Ja. Ik lees een half uur voor, maar om kinderen een half uur... te laten luisteren. Dus ja, dan merk ik dat met liedjes en met interactie, dat ze kunnen blijven boeien. Dylan, ik ben wel heel benieuwd. Zou jij iets weten waardoor we het leesplezier bij jongeren, of bij kinderen zouden kunnen vergroten? Weten niet ik zozeer. Ik denk als we met hem zeggen, lees elke dag een woordenboek, dat ze denken, dat gaan we niet doen. Dan moet je zelf zin in hebben, vind ik. Want dan moet je gewoon zelf zin in hebben. Maar... Hoe ik het zie is kinderen houden van creatieve dingen die gebeuren om hun heen. Dus die hun fantasie aanvuilen en vragen laten stellen. Dus ik zat zo te denken, waarom niet de creatieve inslag geven op lezen zelf? Net als wat de meneer hier doet. Weet je? Dus bijvoorbeeld een gitaar pakken en, een boek pakken die als je openslaat dat dingen eruit springen. Weet je? Hoe ik het zie is een kind maak het boeiend voor een kind. Want een kind denkt niet net als ons volwassenen na, vind ik. Weet je, die zitten nog te denken van, wat gaan we morgen doen? Gaan we morgen buiten spelen? Of, zie ik morgen mijn maat nog die ik op school zie? Weet je, dus ik vind juist dat je dat moet behouden. Door het op een creatieve manier aan te pakken. Waardoor hun ook iets van hebben van, oké, we krijgen wel wat mee. Maar het blijft nog steeds leuk om het te doen. Maar dat is denk ik ook een goeie, want... jij zegt het creatief maken, dus het dicht bij de belevingswereld van de kinderen ook houden. Ik bedoel, je zou zeggen, waar moeten we lezen uit een boek? Ik bedoel, games tegenwoordig, daar heb je ook heel veel dat je moet lezen. Is dat dan ook een vorm, vinden we dat dan ook een vorm waarmee we het leesplezier zouden kunnen verbeteren? Het zou een mogelijkheid kunnen zijn, want toen ik klein was, ik heb zelf mezelf Engels aangeleerd door allemaal Engelse films te kijken, als klein jongetje. Dus het zou niet eens zo gek klinken eigenlijk. Eerlijk te zijn. Je hebt tegenwoordig ook steeds meer apps bij boeken. Ik heb bijvoorbeeld onlangs Alphabet gekocht. Dat is een prentenboek zonder tekst, maar met allemaal plaatjes. En op elke plaat is een letter. En daar zijn dan allemaal tekeningetjes die beginnen met bijvoorbeeld de A of de B. En daarbij kan je een app downloaden.
Want je ontdekt echt niet alle plaatjes, zeg maar, die in dat boek staan. Dus dan doe je zo'n ding, hang je erboven en dan zie je al die woorden van die tekeningen die gemaakt zijn. Dus ik denk wel, boeken toevoegen met dat soort leuke dingen, zeg maar, is wel helpt voor een heel grote groep kinderen om het leuker te maken. Het is een beetje een brug slaan tussen de telefoons, de smartphones die we tegenwoordig hebben, de applicaties en de boeken. Om er iets vasts van te maken. Ja. Iets wat je in je hand kan houden, maar wat toch wel slim is, waarmee je met een app nog iets kan toevoegen. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld, want dit heb ik gedaan met verschillende kinderen. En de een is al heel snel verveeld met die app, want dat is veel te ingewikkeld. En dan moet je helemaal precies goed erboven hangen. Die vindt het veel leuker om zelf te ontdekken. En de ander die vindt ook de techniek heel erg leuk om dat te doen. Dus ook daarmee moet je natuurlijk kijken van wat het kind leuk vindt om mee te doen. Maar wat ik ook denk, toen jij die vraag stelde, Fiona... Ik ga heel even inbreken, Ilse. Dus hou deze even vast. Ik ga het doen. Want het eerste live optreden van Boyki... En, nou moet ik altijd weer even spieken, Jamie, help me eens even. Ja, we gaan terug, maar waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? Ja. Dit liedje zelf gaat over de tijd dat ik net dakloos was geworden. En ik moest het op een of andere manier kwijt. Want als jij als jonge jongetje van 18 jaar, zeg maar net in het leger zelfs komt, dan zie je dingen die je niet hoort te zien als een jongen van 18. Dus je gaat ook, je wilt er zo snel mogelijk weg. Weet je, en als je niet weet dat je daar weg wil gaan, of weg kan gaan, ja, dan moet je het op een andere manier uit. En dat deed ik dan dus bijvoorbeeld door in een hoekje te zitten en gewoon te gaan schrijven. En toen komt dat nummer eruit. Nou, het podium is aan jou. Yes, take it away. Mama zei me altijd, ga niet chillen met die grote jongens. Ik ben toch gegaan, met roken ben ik ook begonnen. Longen worden zwart, ik kan niet meer stoppen. Rare dagen zijn het zeker, door het rennen zijn mijn schoenen ook versleten. Je mat die hebt je op en dan is ze weer verdwenen. Dagen waren zwaar, ik had beter moeten weten. Ik was misschien daar, maar ze zijn me al vergeten. Nu heb ik de tijd om te spreken. Frustratie is er zeker, door de honger ben ik gedreven. Ik ben niet meer te stoppen, mbo niveau, maar gebruik dure woorden. Dus beter niet stoppen. Vocabulair die is tip-top, want anders gaat het storen. Je kan me overhoren net de diptee, Bukkosito. En luister naar wat ik inspreek. Lig laag in een vito, maar ik ga niet met je insee. Ik ben terug, baka, terug op de straat. Ik weet niet hoe ik verder ga, maar het is nog niet te laat. Ik ben terug, baka, terug op de straat. Ik was even offbeat, ben weer terug op de maat. Ik ben terug, baka, terug op de straat. Ik weet niet hoe ik verder ga, maar het is nog niet te laat. Ik ben terug, baka, terug op de straat. Ik leef mijn eigen droom, dus vandaar dat ik niet slaap. De beat is zo fly dat ik erin zweef. Ik ga niet met je insane, mijn bars die breng ik insane. Mijn idee die wordt witheid, Libby loopt anders dan de boeken. Loop niet weer op straat, maar weet niet wat ik moet zoeken. Een brada op voor de... Een brada vang me op voor de kost. Elke dag weer rennen, nee, mijn hart is niet gestopt. Voordat je het weet, dan zit mijn gevoelens weer ontstopt. Dus elke dag weer rennen, sterker, ik kan niet blijven denken. Voordat je het weet, dan moet ik grenzen nu verleggen. Wat is nou de reden dat we leven zo? Dat we zo leven. Ik kan niet tegen, ik kan niet meer opgeven. Ik pak een beat en ik zal spreken. Boyki is de naam, beter zou je het niet vergeten. Ik ben vergeten, maar nog niet verdwenen. Ik kom terug en ik zal het je wel geven. Ik ben terug, baka, terug op de straat. Ik weet niet hoe ik verder ga, maar het is nog niet te laat. Ik ben terug, baka, terug op de straat. Ik was even offbeat, ben weer terug op de maat. Ik ben terug, baka, terug op de straat. Ik weet niet hoe ik verder ga, maar het is nog niet te laat. Ik ben terug, baka, terug op de straat. Ik leef mijn eigen droom, dus vandaar dat ik niet slaap. Wel. Dank voor jouw aandeel van het woordenboek. Thanks, man, thanks.
Ilse, ik moest je even onderbreken hiervoor. Maar maak vooral heel even je verhaal af, alsjeblieft. Ja, jij vroeg van hoe kunnen we het verhogen, het leesplezier bij kinderen. En wat ik heel belangrijk vind, is dat er in het leven van alle kinderen volwassenen zijn die de boeken aanreiken. Want ik denk zonder volwassenen die dat doen, komen kinderen nooit bij die boeken. Of tenminste heel laat bij die boeken. En ik zei net iets over het onderwijs, dat ik vind dat daar dat begrijpend lezen veel te technisch aangeboden wordt. Het zou heel mooi zijn als ook de docenten, de leerkrachten op basisonderwijs, maar ook op middelbare onderwijs, die volwassenen kunnen zijn voor hun leerlingen. Dus bijvoorbeeld vrije kwartiertjes inplannen dat kinderen gewoon kunnen lezen uit de boeken die ze zelf willen. Maar dat er ook gesprekjes plaatsvinden in de klas en met elkaar over van wat heb je dan gelezen? En waarom vond je het leuk of waarom vond je het niet leuk? Dus een soort mini-leesclubjes of zo binnen het onderwijs. Ja. En maar ook, je hebt natuurlijk naast lezen, wat je net ook al zei, dat boek waar je dan mee op je iPhone allemaal... Want je hebt tegenwoordig natuurlijk ook podcast, maar bijvoorbeeld ook luisterboeken. Ja. Voor de hele kleintjes digitale prentenboeken. Ja. Dus eigenlijk er zijn alleen maar het boek. Ja, we het zijn natuurlijk al veel, we zijn veel verder dan dat. En, dus dat maar weten we dat genoeg? Gebruiken we dat ook genoeg? Nou, ja, ik denk het niet. Maar dat weet ik ook niet precies uit onderzoek of zo hoor. Maar wat ik wel zelf ervaar bij de voorlezers van onze stichting... is als ik bijvoorbeeld vertel over de digitale prentenboeken... heel veel vrijwilligers het dus nog niet weten van dat bestaan. Dus dat is echt iets wat ik altijd herhaal en altijd zeg... van dat ook een manier is om voor te lezen. Ja, je leest niet echt voor natuurlijk, want je kijkt naar het filmpje van dat boek. Maar wat daar bijvoorbeeld wel heel erg fijn aan is... is dat als jij een ouder bent die de Nederlandse taal niet voldoende machtig bent, dan kan je heel goed naar zo'n digitaal prentenboek kijken samen met je kind. Het Nederlands wordt goed correct aangeboden en de begrippen snap je ook beter. Want bijvoorbeeld als haas huppelt naar de boom, dan zie je haas ook echt huppelen naar de boom. Dus je ziet die beweging bij het woord. Dus het is, en er zijn heel veel mooie, ook echt mooie digitale prentenboeken. Ja, want het is een mooi bruggetje wat je maakt. Want dat is de discussie ook. En daar heb jij ook een project samen met de bibliotheek op. Dordrecht leest voor in verschillende talen. Ja. Heel veel mensen denken volgens mij nog van, nou, je woont in Nederland. Ja. Lees je kinderen voor in de Nederlandse taal. Ja. Maar jij bent met de Bieb een project gestart om te zeggen, lees voor in je eigen taal. Ja, en nog meer zeggen wij eigenlijk daarbinnen. Want in de grote steden in Nederland groeit 50% van de kinderen op met verschillende talen. Dus 50% van de kinderen die spreekt twee talen of meer. En wat wij zeggen, de Bieb en Stichting Voorlezen, is van... zorg dat je kind in alle talen wordt voorgelezen die hij of zij spreekt. Want voorlezen helpt de taalontwikkeling omhoog. Dus dat betekent dat als jij jouw kind tweetalig opvoedt, dat alle twee die talen natuurlijk omhoog moeten gaan. Dus voorlezen in alle talen. Lees zelf voor in de taal die jij spreekt met het kind. Dus als ouder, als ik een Poolse ouder ben en ik praat Pools met mijn kind, dan lees ik Pools voor aan mijn kind. Maar dan zorg ik wel, en dat is de derde regel, dat mijn kind door anderen in het Nederlands voorgelezen wordt. Dus het moet en-en. 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 Dus tweetalig voorlezen. Ja, en dat kind heeft ongelooflijk veel geluk. Want dat kind dat wordt voorgelezen door papa of mama in de thuistaal. En Nederland misschien wel door de buurvrouw. Hoe leuk is dat? Dus je leert ook nog eens twee keer zo snel, als je het goed aanpakt. Dus je kan al twee, drie, misschien viertalig zijn tegen de tijd dat je naar de middelbare school gaat. Wel als je zeg maar die talen echt praktisch gebruikt met iemand.
En dus het is niet, want ook meertalige kinderen hebben natuurlijk ook vreemde talen. Dus een kind wat thuis Nederlands en Pools praat bijvoorbeeld, Poolse moeder, Nederlandse vader, daarvoor is Engels een vreemde taal. Want dat leren ze pas op een latere leeftijd. Zijn hier mensen op het podium die tweetalig of meertalig, ja? Ja, ik ook. En gebeurde dat thuis ook zo dat de ene, ik denk in dit geval ouder dan... Of nee, hoe ging dat bij jou thuis? Ja. Laat ik ook een vraag stellen. Spreken we sowieso Nederlands. Ja. Dat is het probleem niet, wanneer we leren wel woordjes van ons eigen taal mee. Zullen we ook mee kunnen groeien als we terug naar ons eigen land gaan op vakantie, zodat we daar ook kunnen spreken. Het zal wel raar zijn als je, in mijn geval Marokkaans, Spaans, dat ik in Spanje kom of Marokko kom, dat ik mijn eigen taal niet kan spreken. En daarbij wil ik ook mijn Nederlands goed hebben. En dat is helemaal niet slecht, want daardoor... Spreek je drie talen dan? Ik zeg heel eerlijk, gemiddeld. Het is niet perfect. Als ik het perfect zou spreken, zo... Je kan het wel verstaan. Maar drie talen, jeetje. Ja. Dan ben je echt een rijk mens, toch? Ja. Dat is heel fijn om je... Volgens mij hebben we een nieuwe diverse voorlezer gevonden. Nou, maar ik ga een beetje kritisch zijn. Want ik hoor dat jullie Nederlands praten thuis. Yes. Met het hele gezin. Dan ben je toch eentalig. Nou, als mijn want je hebt niet zeg maar twee talen vanaf jongs af aan geleerd. Je kan niet de andere talen zo goed als je het Nederlands kan. Nee, maar dat is omdat ik in Nederland... Maar je bent wel taalgevoelig. En dat vind ik zelf ook altijd van als eentalige kinderen... kan je ook zeg maar die taalgevoeligheid meegeven. En dat is ook denk ik heel belangrijk. Dat kinderen ook snappen dat er meerdere talen zijn daar... En ook trouwens volwassenen, ook niet bang zijn als bijvoorbeeld twee andere mensen een andere taal praten die jij niet begrijpt. Dat is gewoon... Maar je zei, met mijn opa spreek ik wel altijd een andere taal dan Nederlands. Bij mijn opa en oma, Nederlands is niet zo perfect. Dus daarbij spreken ze vaak Berbers in dat geval, in Marokkaans. Ja. En dan, ik reageer meestal Nederlands terug, zodat hun Nederlands leren en ik Marokkaans opel. Ja. Dat is best... Ja, Dylan, jij ook? Ik ben Surinaams opgevoed, dus ik kreeg San Antonio. Ja, dat wordt niet echt gezien als een taal, maar dat kreeg ik ook mee. Ik kreeg Hunestaans mee, Nederlands en Engels ook wel, maar dat heb ik niet. En was er dan één persoon in het gezin die taal met jou sprak, of ging het dan ook zo gemengd? Ik kom uit een gebroken gezin, dus mijn moeder, ik had alleen mijn moeder. En mijn moeder sprak dan altijd Hunestaans tegen mij, of Nederlands. En dan kom ik bij mijn vader, dan was het Nederlands of Schanantongo. Oh, ja. Of een beetje Engels, weet je. Dus dan, ik kreeg het wel mee, zeg maar ik had wel zelf moeten uitzoeken wat ik wel wou pakken en wat niet. Ja. Weet je, dus dat weer wel. Maar ik ben wel tweetalig opgevoed, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie dan twee, drie, soms misschien vier talen, dat je een gigantische woordenschat krijgt. Klopt, alleen sommige talen kan je niet zeg maar gebruiken, kan je niet mengen met een andere taal. Nee. Betrap je er zelf wel eens op? Of jullie, dat je denkt, volgens mij heb ik nu drie talen door elkaar heen aan het spreken. Jawel man, soms wil je iemand wat uitleggen, weet je. En dan zeg je wat in het Nederlands en dan opeens switch je naar Engels. En van Engels switch je opeens naar een heel andere taal en dan staan ze je aan te kijken. Dat gaat bij jou allemaal op dezelfde manier eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, meertaligen hebben een grotere woordenschat dan eentaligen. Maar per taal is die wat kleiner. Dus vond ik ook mooi, omdat ik dat toen ik dat een keer hoorde. Van in zijn geheel is de woordenschat groter, maar per taal ietsjes kleiner. Ja. Nou hebben we het over taal. Ja. Daarin kan je voorlezen. Ja. Want achter jou staan ook een aantal boeken, Ilse. Ja. Want niet alleen taal is belangrijk, maar ook de... Diversiteit aan hoofdpersonen in een boek is denk ik belangrijk. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Nou, ik heb dit boek zelf meegenomen. Dat heet Zoveel van Helen Oxenbury. In de tijd dat ik dit kocht, woonde ik in Amsterdam. En had ik Surinaamse onderburen. En dat meisje wat daar woonde, kwam bij mij spelen. Nou ja, ik ben... Ik lees altijd voor aan iedereen die bij mij komt. Dus ik las ook aan haar voor. En op een dag vond ik dit boek in de boekhandel. En ik was zo ongelooflijk blij. Want het is belangrijk voor mensen om zich te kunnen herkennen
in de figuren in een boek. En hier herkende zij haar in, ook in hoe het verhaal gaat, zeg maar. En dat vond ik heel erg leuk. En laatst heb ik hem voorgelezen aan een Russisch jongetje wat bij mij komt spelen. Dat was een wit jongetje. Maar die vond het ook weer heel erg fijn om te horen en te lezen. Dus ik denk het is voor iedereen, zeg maar, belangrijk dat je zowel jezelf qua uiterlijk herkent als niet, zeg maar. En dat, want dat Russisch jongetje wat bij mij komt, dat vindt dan weer volgens mij het verhaal zo heel erg leuk. Want er wordt bijvoorbeeld herhaald van er is een klein jongetje en die wacht en er komt steeds bezoek. En iedereen gaat met hem spelen, gaat met hem lachen, gaat met hem dansen, omdat ze zoveel van hem houden. Dus het is een universeel verhaal die voor alle kindjes geldt. Maar het is fijn als je ook verhalen hebt met zwarte mensen voor de kindjes die deze huidskleur hebben. Nou, we gaan daar zo meteen over verder, want daar is nog heel veel over te zeggen. Maar ik wil Boyki toch weer uitnodigen om het volgende nummer te gaan spelen met de boys samen. Met MG, Mokro en Redje, niet te vergeten. Juist, inderdaad. Dankjewel, Jamie. En het volgende nummer heet Streets. Mag ik een applaus? Mijn excuses, we gaan ons telefoon pakken, maar dat komt omdat deze drie liedjes nog niet eens een dag oud zijn. Zijn jullie redden? Ready? Zo. Ready. Ik ben op de street aan het rennen voor police. Moeten heren, moeten zien, moeten grijpen weg kies. Kan op het lees, hoef je niet te zien. Krijg je pas te zien als je het nu verdient. Ik ben op de street aan het rennen voor police. Moeten heren, moeten zien, moeten grijpen weg kies. Kan op het lees, hoef je niet te zien. Krijg je pas te zien als je het nu verdient. Midden in de nacht en mijn telly die is leeg. Daar op zoek naar kwap en mijn hoofd die is ook heet. Heb een nieuwe P, die man kwam met een T. Connect mijn broeder op, zeg neem je 9 mee. Altijd had je overdreven, nu dat ik ook overneem. Ik kreeg je niet weg, puur omdat ik hier ook overleef. Hoog het zijn scherp, officier, ik ga niet dromen. Heb die assen hier, laat de boys dadelijk lopen. Waarom moet je snitchen, want je snitch alleen jezelf. Mijn telly die gaat ringen als die plan niet als mijn bel. Soms ben ik dit al kwijt als ik die toekom als mijn tel. Ik val niet in de kou. Broer, dat is beter. Broer, ik met een leger in de monden willen eten. Broer, ik kan niet feesten, je moet het zelf beleven. Nu ben ik ook sneller, we hebben hier een beller. 200 op de teller, slangen die vervellen. Ik ben op de street aan het rennen voor police. Moeten heren, moeten zien, moeten grijpen weg kies. Kan op het lees, hoef je niet te zien. Nee. Krijg je pas te zien als je het nu verdient. Hey. Ik ben op de street aan het rennen voor police. Moeten heren, moeten zien, moeten grijpen weg kies. Kan op het lees, hoef je niet te zien. Nee. Krijg je pas te zien als je het nu verdient. Concentratie die is hoog. Op de weg word je gereest of een Scarface, maar die Scarface. Zoeken naar je saaf, zoeken naar die peper, groen, geel, paars. Het leven is een race, op de weg word je gereest. Of een scar in je face, maar die Scarface. Voor vrouwen moet je houden en een bitch moet je douwen. De maanden worden zwaarder en de dagen worden kouder. Ben lang op straat, zo ben ik ook verouderd. Kan niet zo leven, ook al is mijn leven fraude. Fuck een bitch, want ik kan niet van de houden. Heb geen zin om op te staan, want mijn hoofd die wordt alleen maar heter. Geen dak boven mijn hoofd en mijn slaapplek is onzeker. Ik moet gewoon ondernemen, ook al heb ik geen huiswerk of eten. Je kan overleven, neem het van me aan, want ik was ook vergeten. Nu ben ik brakka, mensen horen me spreken. Was altijd verlegen, mijn teksten wou ik never delen. Mijn gevoel zal niet spreken, word zelfverzekerd, bouw mijn eigen regen. Vergeet niet om te overleven, fuck haters. Ze moeten er zeker wezen. Dat was de tweede. Applaus! Boyki, MG en Redje.
We zijn hier vanavond live in Dordtjaard in gesprek met de stad. Een samenwerking tussen de bibliotheek AZ en Via Cultura. En we hebben een aantal gasten hier zitten. En dat is Ilse van Donkelaar van Stichting Voorlezen. En Gerard Laurens, onze voorleesheld van de bibliotheek. Onder andere, want Gerard doet nog heel veel andere mooie dingen en goede dingen. We hadden het over het onderwerp diversiteit binnen kinderboeken. Ilse, jij vertelde net al dat je een boek voorlas waar zwarte kindjes in, of zwarte hoofdpersoon in voorkomt. Wat ik mij afvraag, inderdaad, wat maakt het dat je identificeert met iemand in een boek? Dit is natuurlijk heel duidelijk met plaatjes, dus dan wordt het heel duidelijk. Misschien aan de boys ook. Hebben jullie dat vroeger gemist? Dat er kinderboeken waren met alleen maar... Of vonden jullie het jammer dat er veel kinderboeken waren met witte kindjes? Ja, ik zeg je heel eerlijk, zelf persoonlijk. Ik heb veel boeken gelezen. Ja. Ik heb me nooit echt opgevallen dat discriminatie of iets qua huidskleuren erin voorkwam. Het is altijd... Dus je hebt je altijd kunnen identificeren met... Ja, ik met... kijk altijd naar het innerlijk van de mens. Dus het is niet meestal dat ik kijk naar de uiterlijk van, oh, daar komt hij vandaan. Nee, het gaat om de persoon, het gaat om het verhaal. Dat is waar het mij om gaat. Ja, dus jij hebt dat helemaal niet, niet gehad. Nee, ik ook niet. Jij ook niet? Ik heb wel de verhaal met hem. Ja. Maar ik was niet iemand die boeken leest... Nee. Hoe komt dat? Kijk, hier gaat het mis, hè? Ja, films kijken en zo. Het was echt vanuit kijken meer dan lezen. Dus deze tijd. Ja, precies. Ja. Makkelijker, laagdrempeliger misschien. Ja, precies. Het is echt horen en dan op. Maar dan wel woordenboeken uitlezen. Ja, woordenboeken, ja. Altijd. Het zit er ergens in het midden, denk ik. Ja, klopt. Heb jij het gehad, Dylan? Nee, echt niet. Weet je wat is, hoe ik het zie is, als je klein bent, denk je daar niet eens aan. Dat is eigenlijk gewoon een probleem voor grote mensen, zo zie ik dat. Ja, als ik het zo even mee moet zetten uit de kleinkindsperspectief, ja. Ik bedoel, kom op, toen ik 4 jaar oud was, dacht ik niet aan discriminatie en racisme. Toen zat ik gewoon te spelen met iedereen die ik tegenkwam. Ja. Snap je? Ja, dus... ik snap wat je bedoelt, maar het is dat je bijvoorbeeld een boek wat achter Ilse staat, dat is van Milo Freeman, als ik haar naam goed uitspreek. Ja, en het heet Prinsesje Arabella. Ja. En, het verhaal daarachter is wel heel bijzonder. Tenminste, nou, zal ik het vertellen? Ilse, ja. Milo Freeman die, is kinderboekenschrijfster. En die was van plan om die had een vriendin die theatermaakster was. En die wilde had een prinses nodig als figuur op het toneel. En die vroeg een kindje in de klas om dat te doen. Het antwoord van dat meisje was, nee, dat kan niet, want prinsesjes zijn wit en ik ben zwart. En dat was het moment dat Milou zelf kind van dubbel bloed, Nederlandse moeder, zwarte Amerikaanse vader, dat ze zei van, dit moet anders. Dit ook, zwarte meisjes moeten voluit prinses willen en durven zijn. Dus toen heeft zij Prinses Arabella gemaakt. Okay. En Zeemeermin. En van alles nog meer en... Potje heeft ze ook gemaakt. Dit heb ik ook meegenomen. En dit heeft zij gemaakt omdat zij toen zij zelf een kind kreeg, nog steeds eigenlijk te weinig zwarte kindjes vond in boeken. En toen heeft zij het potje gemaakt over zinnelijk worden. En uiteindelijk komt er een zwart jongetje. Het potje staat in het oerwoud. En van wie is dat potje nou? Nou, dat is voor het jongetje met de liefste billetjes. En dat is zij. Dus ik denk dat het toch zonder dat we het eigenlijk echt bewust zijn, ontzettend belangrijk is van wat we kinderen meegeven, maar ook wat we onszelf meegeven in van dit vinden we heel normaal of dit vinden we juist helemaal niet normaal. Je hoort natuurlijk ook wel eens in de media, als je Marokkaan zegt, dan wordt dat gelinkt aan crimineel en aan verschrikkelijk en aan islamisering. En, terwijl dat natuurlijk helemaal niet het enige verhaal is.
En absoluut ook niet het hoofdverhaal. Maar als je dat niet ook in boeken anders brengt, dan zijn die kaders die je gewoon krijgt via media, die zijn dan overheersend. Dus Gerard, ik denk dat er een tegengeluid moet komen vanuit de boeken. Heb jij dat, identificeer je hier ook met iemand in een boek? Moet die persoon op jou lijken? Vind je dat belangrijk? Ja, dat kan een olifant zijn, maar een eekhoorn of een krokodil of een kabouter of een reus. Snap je wat ik bedoel? Dus dat kunnen kinderen, die hebben heel veel fantasie. En kinderen staan ook voor alles open en zijn heel onbevangen. Dus daarom vind ik het ook heel mooi dat heel veel kinderen het gelukkig niet als discriminatie ervaren. Het is niet discriminatie. Sorry dat ik dat ontbreek. Ik vind het geen discriminatie. Ja. Het is dat je als mens, zeg maar, je moet kunnen identificeren met boeken. Dus het is niet. Dat het ook over jou gaat. Dat het ook over jou gaat. Dat jij ook de hoofdpersoon bent. Dat jij ook degene die een multinational kan leiden als een CEO. Is het ook niet een beetje een situatie van perspectief? Wat jullie alle drie net iets anders aangeven, vind ik op zich wel mooi. Dat de ene het een soort van ziet als een soort van spiegel. Van wat ik zie, ben ik. En dat de ander denkt, jij bent voor mij een persoon waarin ik mijzelf kan verplaatsen, zodat ik de fantasie in kan duiken die in dit verhaal wordt vertaald. Dus ik denk dat een beetje de verhouding is. Dat is voor iedereen anders, maar dat moet natuurlijk wel. Ja, het is allemaal. Voor iedereen. Hè, voor iedereen die anders ook denkt, ook voor iedereen wat zijn. Ja. Dus ik denk dat mensen wel op zich, iedereen staat er iets anders in. Maar het is wel belangrijk dat voor iedereen er ook daadwerkelijk iets is. Ja, en heel vaak wordt de beeldspraak ook gebruikt van inderdaad, boeken kunnen spiegels zijn, wat jij zegt. En boeken kunnen, waarin je dus jezelf herkent, maar boeken kunnen ook ramen zijn. Waar je doorheen kijkt om naar een heel andere wereld te kijken. En die twee functies, die moet je wel allebei kunnen vinden in je boeken, denk ik. Maar we kunnen gewoon wel even constateren hier met z'n allen. Ik bedoel, ik heb deze boeken nu even zo uit de bibliotheek gepakt. Ja. Dat het aandeel kinderboeken waar zeg maar veel diversiteit in voorkomt, gewoon nog wel echt veel minder is. Dan waar witte gezinnen, witte kindjes in voorkomen. En dan heb je natuurlijk nog de boeken waar het over dieren, want dat is terecht wat jij zegt, Gerard. Dat hebben we natuurlijk ook nog. Maar ligt dat eraan dat er ook zeg maar te weinig diverse, want net zoals Milo is zelf ook natuurlijk van een andere achtergrond en is tijd. Zijn er ook te weinig kinderboekenschrijvers? Of kan je zeggen van, het maakt niet uit als je kinderboekenschrijver bent, dan kan je ook een boek schrijven over een andere cultuur. Net zoals dat iemand die een boek schrijft over de 17e eeuw daar heel veel informatie over ophaalt en daar een boek over schrijft. Je gaat een andere genres toch? De ene houdt van geschiedenis, de andere houdt van sprookjesachtig. Dus je zou moeilijk, dan zou je alle boeken eigenlijk moeten veranderen. Of als ik kijk naar Harry Potter zelf, vind ik dat een hele mooie boek. Je hebt daar 7 boeken in totaal van. Ja. Zeven. Toen ik jong was, ik heb ze allemaal gelezen. Niet dat ik ze allemaal nog onthoud, ik heb de film gezien, dat is anders. Maar het was voor mij prachtig. En ik heb daar nooit anders naar gekeken. Ik heb er naar gekeken als dit is het verhaal. En daaruit leef je jezelf in. Iedereen heeft zijn eigen levenswijze. Iedereen heeft een opvoeding thuis gehad of op school dingen meegemaakt wat je beïnvloedt. En dat heeft ook te maken met het boek. Maar kon je dan bijvoorbeeld ook in een hoofdpersoon wat in Harry Potter zit, dat je dacht van, hé, daar zie ik bijvoorbeeld mezelf in. Of die zou ik heel graag willen zijn. Ja, tuurlijk, want iedereen is zelf al van zichzelf een boek. Iedereen draagt de geschiedenis mee. Dus iedereen is al een hoofdrol van zichzelf. En als je dan nog in een film of in een boek jezelf kan beschrijven, daarin is het nog mooier, weet je wel. Want het komt overlappend en dat is mooi. Dat is mooi. Dus dat vind ik dan. Ja, nou, maar dat is heel mooi dat je zegt van, weet je, ik kan me daar in meegaan of ik kan daar in een karakter meegaan. Maar waar ik ook op doe is van, er zijn dus minder kinderboeken geschreven waar veel meer diversiteit aan kinderen zeg maar in zitten. Maar het komt ook, en ik ben aan het kijken of daar verband tussen ligt, omdat er ook heel veel witte schrijvers zijn. En dan vooral kinderboeken of prentenboeken. Zou dat met elkaar te maken hebben? En mijn vraag is dan ook, wat ik mezelf afvraag, moet je dus van een andere etniciteit zijn om een boek over diversiteit te kunnen schrijven? Nou, als ik hierover zou nadenken, in India
gaat het over misschien mensen die uit India komen. Want daar zijn mensen die uit India zijn, die schrijven daar boeken voor hun eigen land. Net zoals wij in Nederland zijn, hebben we Nederlandse schrijvers meestal. En in Nederland zijn we gelukkig dat we ook heel veel cultuur hier hebben. Dus in Nederland is dat verschillend. Alleen ik denk als je in een ander land zit, dat dat ook verschillend is. Dus als je in een land komt in Suriname, dat het meestal over Surinamers gaat. Dat lijkt mij logisch, dus in het land waar je leeft. Gerard, heb jij daar een idee bij? Of? Nee, ik heb met mijn liedjes die ik nooit schrijf, daar gedachten over van, oh, ik moet daar rekening mee houden of zo. Of ik heb daar ook nog nooit iets over geschreven. Nee. Nee. Je schrijft lezen, gewoon vanuit je fantasie. Van, ja. Ja, maar ik denk ook van wat je zegt, van, dat je gewoon in kan leven in een verhaal. Dus ik kan me ook inleven in iemand die zwart is, of die donker is, of van een andere nationaliteit. Nou, ik vind wel goed dat daar aandacht voor is, maar ja, dat moet eigenlijk vanzelf gaan. Of tenminste, ik denk daar zelf niet zo over na. En dat hoor ik van hun ook eigenlijk van... Ja, ik vind het een mooie constatering. Ik zat er zelf anders in, maar door dit gesprek, dank jullie wel daarvoor. Kijk daar ook anders tegenaan. Helaas is met deze laatste wijze woorden van Gerard ook het eerste uur van Via Cultura al ten einde. Ah. Dus ik wil mijn gasten bedanken. Ilse van Donkelaar, Stichting Voorlezen. Gerard Laurens, voorleesheld van de bibliotheek. Boyke en de Boys zien we zo weer terug. Het tweede uur gaan we het hebben over politie in beeld. En dan hebben we onder andere Gabi van der Koppel, wijkagent, Robert Holmes, filosoof, en jongerenwerker Amin Daoudi van Renewed. En zien we jullie zo weer. Tijdens de reclame en het nieuws gaan wij via de livestream even kijken of eerst luisteren naar Gerard. Nu wil ik je graag uitnodigen om op de kruk te gaan zitten en nu voor ons een van je liedjes te laten horen. En daarna gaan we naar een filmpje toe van onze wijkagent. Gerard, mag ik een hard applaus alsjeblieft? Ik zal maar even een interactief liedje doen. Dit is inderdaad een kinderliedje, maar mensen van 5, 6, die kunnen hier aan meedoen. Dus ik verwacht het van jullie ook wel. Het gaat over rijmen. En ik mis af en toe een woord. Ik wil het even testen wat rijmt er bijvoorbeeld op fiets. Niets? Is dat het enige? Rijmt er echt niets op fiets? Iets. Ik hoor iets. Gelukkig, er rijmt iets op fiets en dat is niets. Oh, wie helpt mij met dit prachtige lied? Wie wil wel en wie wil? Oh, help mij, omdat ik steeds vergeet. En elke keer het woord niet. Ik kan het niet alleen, ik weet niet hoe dat moet. Help mij maar mee, want dan gaat het. Nou, helemaal geweldig, maar dit is makkelijk, dit is de refrein. De coupletten zijn een stuk lastiger. Steeds een woord dat ik mis in de zee zwemt een. Alsjeblieft, help mij een kip en een. Wat was het ook alweer, een appel en een. Wat rijmt er op banaan, heel goed gedaan. En daar komt het refrein, dat is makkelijk. Oh, wie helpt mij met dit prachtige lied? Wie wil wel en wie wil? Oh, help mij, omdat ik steeds vergeet. En elke keer het woord niet. Ik kan het niet alleen, ik weet niet hoe dat moet. Dus help mij maar mee, want dan gaat het. Hoor je die snaar, dat is van mij, Gie. Ik heb een goed idee, zing allemaal maar. Ik ben nog nooit geweest op zo'n prachtig... Goed zo, feest. Zonder jullie was dit niet zo'n prachtig. Op niet, hè? Zonder jullie was dit niet zo'n prachtig lied. Oh, wie helpt mij met dit prachtige lied? Wie wil wel en wie wil? Oh, help mij, help.
help mij omdat ik steeds vergeet. En elke keer het woord niet weet. Ik kan het niet alleen, ik weet niet hoe dat moet. Dus help mij maar mee, want dan gaat het. Wat was het ook alweer, een appel en een peer. Wat ruimt erop en aan, heel goed gedaan. Applaus voor zo! Ja.